De Britse ambassadeur Sir Paul Mason was naar Schiphol gekomen om 75 Engelse kinderen te begroeten. Zij kwamen naar ons land onder auspiciën van het Nederlands Oorlogsgravencomité om een tocht te maken naar de graven van hun vaders die in de oorlog in Nederland sneuvelden. Van Schiphol reisden de kinderen door naar hun Nederlandse pleegouders in Nijmegen. Bij het Jan van Hoofdmonument aan de Waalbrug werd een korte plechtigheid gehouden. Twee der kinderen legden een krans van klaprozen aan de voet van het monument. Het Britse militaire kerkhof Jonkerbos bij Nijmegen was het reisdoel van enige van deze kinderen die hier voor het eerst de graven van hun vader zagen. Bij alle verdriet was het toch ook een verheugend moment om nu eindelijk zelf, 10 jaar na de oorlog, bloemen op het graf te kunnen leggen. Enkele kinderen namen de opschriften op de grafstenen mee naar huis. Naast dit ontroerende individuele bezoek vond op ditzelfde kerkhof ook een algemene dienst plaats, waarin alle Britten die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn, werden herdacht.